De oudste zoon van Anton de Kom, Ad de Kom, is overleden. Hij is 97 jaar geworden. Adolf Antoine Gerard de Kom, zoals Ad officieel heette, werd op 26 november 1926 geboren in Den Haag. De vier kinderen Ad, Cees, Antoine en Judith werden geboren uit het huwelijk van Anton de Kom en Nelly Borsboom. Ad en zijn zus Judith ontvingen vorig jaar excuses namens het Nederlands kabinet voor het leed dat de Kom en zijn gezin hebben ondervonden door te doen van Nederland. Anton de Kom geldt als een van de belangrijkste stemmen van de anti-koloniale beweging aan het begin van de 20e eeuw. De schrijver streed tegen kolonialisme en racisme en deed verzetswerk in de Tweede Wereldoorlog. Ook schreef de Kom het boek Wij slaven van Suriname, waarin de geschiedenis van het land voor het eerst werd beschreven vanuit een anti-koloniaal gezichtspunt.